De maximale hoeveelheid consumentenvuurwerk die verkocht mag worden, gaat volgend jaar omhoog, van 10 kilo naar 25 kilo. De nieuwe regels zijn een versoepeling van de regels die in 2002 waren ingesteld na de vuurwerkramp in Enschede. Volgens demissionair minister van Volkshuisvesting Tineke Huizinga zijn de huidige regels niet meer houdbaar omdat vuurwerkartikelen per stuk soms al meer dan 10 kilo wegen. Dat betekent volgens haar niet dat nu het vuurwerk zwaarder is geworden, het ook explosiever is. Er zijn strenge regels over de hoeveelheid kruid dat vuurwerk mag bevatten.